Oké, wij staan hier aan een mooie plas samen met Niels om even wat dingen te laten zien van de firma Dreggen. Ik begin even met de sheds. Daarna ga ik even naar wat systemen toe die je bij die sheds kan gebruiken. En daarbij behoren de loonkopjes. Nou, om te beginnen met sheds. De laatste jaren heb ik veel gevist met de Demon shed. Die als je hier ziet, een hele flexibele shed. Grote staart erop. Taaie shed met een mooie kantelende actie. Nou, je hebt ze in verschillende kleuren. Dit is een gele, maar het zwart is er al een beetje af, maar dat komt van het vissen. Een mooie donkere, een beetje rood, blauw-wit. En zo zijn er meerdere kleurtjes waar ook goede resultaten mee zijn geboekt. Dat zijn de jerky sheds in verschillende kleurtjes. Deze shed staat erom bekend dat hij niet echt een scoop heeft van achteren, maar meer een puntje, heel flexibel puntje. Waar snoekbaarzen en maar ook snoeken gek van zijn. Leuk dingetje. Wat er voor 2017 op de markt komt en waar ik al een aantal schitterende snoeken aangevangen heb, is de Hammer Pro Shed. Je ziet ook weer het ribbeltje komt hier weer terug, wat je ook bij de jerky had. En dit zijn de nieuwe keepers. Hele mooie vissen al opgevangen. Hele mooie kantelende actie. En wat zeker voor de snoekbaarvissen, maar ook voor de snoeker terugkomt, zijn die Lunatics. Heel mooi shedje, smal shedje, slanke shed. Met een hele grote staart. En deze kantelt fantastisch in het water. Nou, dit zijn wel een beetje de shedjes waar ik momenteel mee vis. En waar ik zowel snoek als snoekbaars mee vang. Goed, gaan we zo even over naar de systemen die ik hanteer. Goed, nou, zoals ik net al vertelde, de nieuwe Hammer Pro Sheds van Dreggen. Taai shed, grote scoop. Hele mooie kantelende actie in het water. Even wat over die systemen die Dreggen heeft bedacht. Nou, er zijn er meerdere firma's hoor, die deze hebben. We hebben de bekende wokkel. Voor straks als we over de ondiepe plantjes, of over de plantjes heen willen vissen op de ondiepe stukken. Nou, dat gaat prima. Je draait die wokkel erin. Mooi aan het voorkantje, dat die mooi vlak is. Nou, dan zien we daar twee haken. Bij die haken zitten pennetjes. Dat is wel nieuw, want Dreggen had in het begin geen pennetjes. Daar hebben ze nu wel pennetjes in gemaakt. Die pennetjes druk je in de shed. Ook dat is niks nieuws hoor. Dat is bij heel veel firma's. En dan heb je een paar mooie... Kijk, heb je een prachtig systeem. Wat snoek vangt. Maar wat Dreggen wel nu ook gedaan heeft, zijn niet alleen systemen met twee haken. Ze hebben ze nu bijvoorbeeld ook met één haak. Grote haak. Werkt op dezelfde manier. Je ziet ook weer de haak, daar zit een pennetje aan. Grote haak. Vind je nou vervelend om met twee haken te vissen? Zeg je van, nou, ik ga gewoon over tot één haak. Die hangt er keurig netjes onder. Wat je hier ook nog ziet. Hier is hij onverzwaard. Dus stel dat je op ondiepe platen zit te vissen, dan vis je met een onverzwaarde shed. Maar stel dat je naar dieper water gaat, dan hebben ze hele mooie loodjes. Die loodjes kun je dus simpel afhalen. Je hebt hier een systeempje met één haak. Zeg maar de ondiepe versie. Dus die kun je prachtig mee op ondiepe platen vissen, net boven de plantjes zeg maar. Gaat niet te diep. Stel dat je op diepe water komt, dan is het heel simpel. Hier heb ik een loodje. Er zit een haakje aan. Dat haakje doe je door het oogje van die wokkel, wat ik vertelde. Dus daar gaat hij doorheen. Dan zie je, nou hangt hij er mooi netjes aan. Clip je wel even dicht doen. En nu hangt hier een loodje voor. En dit is dan toevallig een 20 grammer. Maar nu heb je gelijk je shed ook verzwaard. Kom je nu weer op ondiepe platen en je zegt van, hé, hey, ik vind het toch weer lastig, want ik ga weer vuil pakken. Lood je er weer af. En dan schakel je weer over naar de ondiepe versie. Prachtig systeem. En je krijgt ook nog een hele mooie dansende actie bij het terugvissen. Want je laat hem even stilvallen. Dan zakt hij naar de bodem. En vervolgens trek je hem weer naar bovenop. Je krijgt echt een hele mooie dansende actie door het water. Kun je bij alle systemen gebruiken. Dit is bij de nieuwe shed, de Hammer Pro Shed. Maar ook, ik heb hier bijvoorbeeld de Lunatic. Heb je ook weer hetzelfde systeempje. Met de wokkel. Met een haak. Eén haak in dit geval.
Maar wil je naar zwaarder, doe je hier een licht loodje voor en dan ga je automatisch dieper. Werkt perfect en de actie blijft. En dat kan natuurlijk ook bij de jerkies. De bekende met de staartjes. De lunatics, de bandits. Dat is ook een prachtige shirt met een hele grote staart. Zie je ook. Ze zijn allemaal in verschillende maatjes en in verschillende kleuren. Dus je kan ze op eigenlijk allerlei manieren vissen. Nou, die systeempjes die zitten allemaal in een prachtige, mooie verpakking. Soms zitten er twee in. Dus dan heb je twee wokkels en twee haken. Dus het systeem. Maar soms heb je ook maar één wokkel. Maar dan zitten aan die wokkel zitten twee haakjes. Dus dan heb je één systeempje die je kan gebruiken voor een chef. Maar dat is net wat je zelf wil. In verschillende lengtes. De haakmaat is verschillend. Dus je kan ze op, je kan het eigenlijk op je eigen manier allemaal zo indelen zoals je zelf wil. Nou, nu iets over de nieuwe hengels van Dragon. Hiervoor had je de Vipers, de bekende rode kleur met de oranje wikkeling, waar ik zeer over te spreken was. Ze hebben nu gekozen voor een nieuwe look. De opbouw is een beetje anders. Bij de vorige Vipers waren er 9 ogen, nu is de opbouw 10 ogen. Het werpgewicht is een beetje hetzelfde gebleven, 60 tot 100, 30 tot 60 en 40 tot 80. Ik heb hier nu ook een Dragon rail op zitten. Ik moet zeggen, ik vis elk weekend moet ik zeggen, en deze rails doen het uitstekend. Ze hebben mij nog niet in de steek gelaten. Ze kunnen veel aan, ze kunnen er veel worpen mee maken en dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Daar ben ik zeer over te spreken. Het is een mooie low profile rail, ligt mooi op de hengel. Dus daar ben ik wel zeer over te spreken. Nou, de nieuwe look dus van de hengel, die andere was rood, deze is blauw, een beetje zwart met zwart erin. Ik vind ze heel mooi. Waar de andere nog voor kurk op zat, zit hier is een beetje foam, een beetje kunststof met een beetje kurk. Maar een mooie hengel om mee te vissen. Ja.